Mooi, dames en heren. We hebben al een hele ochtend achter de rug met allerlei gesprekken, kleine gesprekken en presentaties hier. Heeft er iemand iets meegemaakt waarvan die dacht, dit, als ik terug thuis in de instelling ben, dan ga ik dit of dat doen. Dit ga ik aanzetten of dat moeten de anderen horen. Of wist je het allemaal? Hè? Weet je niet? Hè? Ben je enthousiast geworden vandaag? Of was je het al? Hè? Zitten we hier met de in-crowd, dat iedereen het al weet of zo? Hè? Hè? Of is er iemand die denkt, was toch wel nieuw voor mij? Hè? Ja? Ja, ja, Robert. Hè? Hè? Wil je iets zeggen? Ik was juist. Is er iemand die een impressie heeft van deze ochtend? Dat hij zegt, nou, dit was... Ah, kijk. Daar hoopte ik toch zo op. Want als er één begint, dan gaat het vanzelf. Hè? Zo is het, hè? Alsjeblieft, Marja. Marja Verstelle, Universiteit Leiden. Wat ik vandaag heel interessant vond, was te horen hoe bij Delft de UB een rol aan het oppakken is om docenten niet zozeer het maken van OER of het maken van MOOCs, maar docenten te ondersteunen om materiaal van elders te gebruiken. En hoe dat aangepakt wordt. En nou ja, ik zit maandag bij onze eigen universiteit, bij de bibliotheek. Dus ik ben geïnspireerd. Leuk, ja. Hoi, mooi. Wie? Nog meer inspiratie. Daar is deze dag voor, hè? Het is Open Education Week, dus het gaat nog de hele week door. Maar je zou nu toch een aanzet moeten hebben, hè? Ja? Kijk eens, alsjeblieft. Ja. Ja. Arja Fioret van de Universiteit Utrecht. Ik werk ook in de bibliotheek, onder andere. En ik ben ook heel erg geïnspireerd, want wij zijn op dit moment bezig aan het opzetten van een nieuw onderwijscurriculum voor studenten. En daar zijn we heel hard over aan het nadenken. En we wilden eigenlijk juist allerlei mogelijkheden geven. En juist dat levenslange studeren, dat intrigeert me maateloos, omdat we ook dingen willen gaan aanbieden aan, ook aan docenten, beginnende docenten, gevorderde hoogleraren, wat ze allemaal nodig hebben, op welk moment. Nou ja, dat heeft me geïnspireerd. Leuk, mooi. Dankjewel. Wie nog meer? Wat is je opgevallen vandaag? Jou is iets opgevallen? Alsjeblieft. Ja. Hi, Ewout uit Delft. Wat mij sterk is opgevallen is dat ik vraag me heel sterk af wanneer, hoe lang tussen mij en de jongens en meiden die onder mij zitten, duurt het dat een student zegt van, goh, naar de universiteit, kan het ook zelf doen. En hoe gaat een universiteit daarmee om? Dat vind ik een heel spannend speelveld. Want ik zie het al om me heen gebeuren binnen, bijvoorbeeld programmeren zijn er studenten die zeggen, op de universiteit leer ik niet zoveel meer. Ik kan veel meer gewoon testen en zelf mijn werkgevers, die waarderen mijn score op een website waar programmeurs scores uitdelen beter dan mijn diploma op een universiteit. Ja oké, dat is natuurlijk een heel specifiek vakgebied, maar toch zie je daar een beweging ontstaan. En ik ben heel benieuwd wat daar het antwoord op is. Ja, heel goed, heel goed. Ja. Dat is ook zo. Dat, programmeurs kan me voorstellen, als je ziet dat er 900.000 banen vrij zijn voor ICT'ers in Europa. Hè, dan is er, maar dat is ook, dat zie je vaak. Ik zie overigens aan de universiteit ook dat met name informatici, die maken vaak hun bachelor al niet af. Want dan zijn ze halverwege al weg en dan gaan ze zelf aan de gang. Hè. Dat, en ik zie dus ook studenten die zeggen, ja, ik heb mathematica van MIT, een mooie cursus. Die heb ik gepakt om een tentamen voor te bereiden, want dat was beter dan wat ik in het collegezaal kreeg. En dat staat toch wel te gebeuren, dat die docent, ik had het daarnet met jou over, Matthijs, hè, als je kijkt naar, naar universiteiten, daar zijn onderzoekers zijn gewend om in de internationale arena, zal maar zeggen, in die competitie hun onderzoek te verdedigen. Of hè, daar krijgen ze commentaar op, zo worden ze gerankt. Docenten staan in een faculteit of in de sectie of wat dan ook. Hooguit word je docent van de faculteit van het jaar of zo. Maar dat is dan de competitie. Hè. Maar straks word je gemeten aan wat er van buiten komt. En dat is een hele andere wereld waarin je ook als docent moet kijken wat is dan de meerwaarde die je toevoegt. Hè. Was zo mijn idee vanochtend. Hè. Wie heeft een spannende gedachte? Ja.
Het is voor iedereen spannend. Dus, ik ben Paul van Meulen. Ik mocht de uitgeverspositie in kaart brengen. Ja. Wat ik hoorde, wat ik proefde, is dat er een tegenstelling zit tussen... Als je met uitgevers iets zou willen rondom Oer, dan komt dat niet op gang, denk ik, door het onderhandelen of het opnieuw onderhandelen over wat je nu kent. Dan loop je tegen hele defensieve uitgevers aan. Als je misschien moet je niveau hoger of met andere mensen aan tafel zitten. Maar als je gaat nadenken over MOOCs, Open Educational Resources, dat zijn ontwikkelingen die steeds scherper en helderder worden, ook de impact ervan. Dat leidt tot een herontwerp van leren. Ja. Dat leidt tot een herontwerp van mediagebruik. En dus ook een herontwerp van rollen. Ik ben mensen tegengekomen, niet zozeer in Nederland, maar zeker wel bij de grote internationale uitgevers, die mensen in dienst hebben, die hierover na willen denken. Die dat willen verkennen. En dat is een uitdaging. Maar ik weet niet hoe we moeten aanpakken en wat daar de beste manier voor is. Dus er lijkt mij wel een brug te zijn, maar waar die ligt en hoe breed of hoe smal die is, en of je ervoor moet betalen om over die brug te mogen en weer terug. Dat soort dingen, daar zijn ook zij erg naar benieuwd. Maar meer in het nieuwe dus dan in het bestaande, zeg je? Ja? Vertrekken en denken vanuit het oude leidt tot onderhandelen en versterking van posities die je niet meer wilt. Ja, denk heel waar. Ja. Wat mij vanochtend trof, was dat punt van die certificering. Weet je, als je nou de certificering apart zou organiseren van de productie van inhoud. Ik vond dat nogal gevaarlijk zelf. Hè. Tenminste, ik dacht zelf, er was ook één tafeltje, ging over businessmodellen. Als je nou nadenkt over businessmodellen, dan zie je dus dat als het gaat om bij MOOCs, is de content, de inhoud, is vrij eigenlijk. Hè. Is vrij. En waar verdien je dan aan? Dat is aan, misschien krijg je de naamsbekendheid van. Het kan zijn dat je begeleiding levert, het kan zijn dat je certificering levert, want dan heb je nog een houvast. Op het moment dat er een andere instantie is die de certificering doet, Wat blijft er dan nog over voor de instelling? Hè? Vroeg ik me af. Ik vond dat een gevaarlijke opmerking van Matthijs. Hè? Daar moet eigenlijk voor gestenigd worden voor zulke dingen. Hè? Maar... Heeft iemand daar een ander idee over? Of zo? Ja, kijk. Volgens mij hoef je het niet zozeer als een gevaar te zien. Misschien is er in het hoger onderwijs wel een nieuw iets, maar... In het beroepsonderwijs is het eigenlijk misschien niet zo heel sterk ontwikkeld in Nederland, maar absoluut in Engeland is dit common practice. Daar wordt de certificering gedaan door onafhankelijke bureaus en de onderwijsinstellingen die leveren alleen maar het programma aan om mensen tot dat niveau te brengen. En die certificeringsinstellingen die zijn weer zeer sterk verbonden, ook in Nederland, met de sector councils en dat soort dingen. Dus het gaat er uiteindelijk om dat die certificering gelinkt is aan een beroepspraktijk. Of uit een vraag vanuit de maatschappij. En ik denk dat daar wellicht een mogelijkheid ligt voor het hoger onderwijs om dat toch verder te ontwikkelen. Maar je ziet dat heel veel cursusmateriaal nu vrij wordt aangeboden. Hè? Dus iemand kan dus thuis een setje maken, zal ik maar zeggen. Die denkt, als ik dit allemaal heb bestudeerd, dan voldoe ik aan de certificering. En die kan dat vrij gaan doen. En de vraag is dus wat de instantie die voor die online materialen zorgt daar nog aan overhoudt. Ja, dat is een goede vraag. En dat betekent inderdaad een heroriëntering op de rol die hoger onderwijsinstellingen in die zin zouden kunnen spelen. Ja, Fred zit al klaar. Ja. Een paar jaar geleden heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over onafhankelijke examinering voor het hoger onderwijs. Er is te veel discussie, dat heeft hiermee te maken, er is te veel discussie over geweest. En wat mij erg bijbleef in de discussie is een heel ander argument. Een argument tegen. Ja. Namelijk, het afnemen van tentamens is geen erg aantrekkelijke activiteit voor docenten. Men geeft liever onderwijs of doet onderzoek. En dat betekent dus dat datgene wat niet zo aantrekkelijk is, zou dan worden uitbesteed aan mensen buiten de universiteit. Ja. En dat betekent dat het wel eens een risico is dat daar mensen van minder kwaliteit in feite dat werk gaan doen. Dus de kwaliteit van de toetsing zou daarmee kunnen afnemen. Want de mensen die het erbij doen, bij de universiteit, dat is gewoon een deel van hun taak. Het is de minst sexy activiteit die je moet uitvoeren op een universiteit, maar die hoort er wel bij. Ga je het uitbesteden, dan heb je grote kans dat je daar niet de goede mensen voor krijgt om het te doen. En de verbinding met het onderwijs wat verzorgd wordt, komt daarmee in gevaar. Dus een tegenargument om dit te ontkoppelen. Ja, oké. Ja.
tentamenboeren. Hè? Ja. Ja, ja. Alsjeblieft. Dank je. Ik ben Lieve van Branden van de Europese Commissie, DG Onderwijs. Ik denk als we beginnen over assessment, certificatie en zo verder, dat je in het midden van het debat zit en van het pijnpunt. Je mag niet vergeten dat momenteel de assessment zeer klassiek gebeurt. En dus al die vragen er rond opent dat. Maar ik denk dat je dus echt een serieuze discussie moet aangaan. Ik denk, als we de assessment niet veranderen, zullen we ook het leerproces en het onderwijsproces niet veranderen. Ja, ja. Dus het moet besproken worden. Ja. Maar wat gaan we certificeren? Ja. Wat moeten we certificeren voor de markt? Wat willen we certificeren? Is het kennis, wat eigenlijk toch een van de objectieven is van een universiteit, het overbrengen van kennis, of zijn het skills? Dus als je naar de sector councils in de UK gaat, in vocational education training, gaan ze bepaalde specifieke competenties voor een beroep gaan certificeren. Maar kan je ook kennis certificeren? En zo verder en zo verder. Daar zitten we dus werkelijk op een pijnpunt dat we niet oplossen, maar dat we wel moeten binnenbrengen. Want het is misschien daar dat we moeten starten. Ja, ja, prima. Ja. Sluit denk ik ook aan op wat Matthijs vanochtend zei over het verschil tussen zeg maar, procesmatig in toetsen, zal ik maar zeggen, of dat statische moment van weet je nu alles op dit moment. Ja. Oké. Nog iemand met een disruptive idee of gedachte? Kijk. Ja, we hebben het hier erg over die certificering. Maar ik vraag me af of dat misschien niet in de nabije toekomst, maar in de verre toekomst, of diploma's nog wel de waarde hebben die we nu aankennen. Want voor een diploma moet je nu een voorafgesteld leerpad volgen. Terwijl ik heb er zelf voor gekozen bijvoorbeeld geen master te doen, omdat ik vind dat ik mijn unieke skills beter buiten de master kan uitbreiden. Ja. En beter kan ontwikkelen zonder dat ik daar dan misschien een diploma voor krijg. Terwijl dat maakt mij wel uniek te vergeleken met de andere mensen die wel een master hebben gevolgd. Ja. Het gaat om een... Ja, ja. Nou, dit is denk ik een goed punt. Het feit dat je op zoveel manieren kennis kunt vergaren, is de vraag of dus het diploma, certificaat, het klassieke manier, hè, of dat nog steeds dezelfde waarde bouwt. Timo. Timo Kos, maar misschien in het licht van die certificeringsdiscussie, de Udacity rankt nu kennis. Dus die certificeert niet alleen, maar die zegt ook wie de beste is. En misschien is dat ook nog wel een disruptive innovation, dat je straks als bedrijf gewoon een LinkedIn-achtig account aan Udacity neemt en vraagt om de beste studenten. Dat gebeurt nu al. Er zijn 350 bedrijven uit Silicon Valley die gewoon in de database van Udacity aan het grasduinen zijn naar een profiel wat zij interessant vinden en waar ze de beste student van willen hebben. En daar dus het meeste voor betalen. Ja, dan wordt het helemaal een wereldmarkt. Hè? Dan wordt het langzamerhand. Hè? Misschien is het wel zo, heb ik zitten denken. Dan heb je straks een heleboel MOOCs of andere varianten. Hè? Want we staan nog maar aan het begin. En die gaan de wereld door en daar kun je in leren. En dan hou je die klassieke universiteiten en hogescholen. En die worden dubbel zo duur natuurlijk. Want dat is, als je nog eens een echte hogeschoolopleiding heb gedaan, weet je. Nu lijkt het erop alsof dat aan het afkalven is, omdat het zo met online wordt overspoeld. Maar dat zou nog wel eens een echte hogeschool gedaan hebben. Dat is net zoiets als op het koor gezeten hebben of zo. Hè? Ja. Alsjeblieft. Ik zou een lans willen breken eigenlijk voor een wat ruimer denkkader. Ik merk toch een beetje dat we nog heel veel denken in de trend van student, diploma, klaar. Terwijl heel veel gaat juist om het opleidingscontinuum en levenslang leren. Ja. Ik kan het heel erg ondersteunen wat jij zegt. Ik werk zelf bij een UMC. Wij zijn naast opleider ook werkgever. En daar is het dus heel belangrijk dat je aandacht hebt voor de continue ontplooiing van je werknemers. En ik zie hier wel grote kansen. Heel, heel waar woord, want je ziet in de Verenigde Staten dat die MOOCs met name als bijscholing worden gebruikt. Hè? Mensen die anders iets anders zouden gaan doen of een cursus in een bedrijf, of, hè, die
pakken nu iets wat van hun gading is. En dat kunnen ze op ieder moment doen, wanneer ze dat willen. Ja, alsjeblieft. Ja, nog even daarop aansluitend. Ik vind heel veel aanbodgericht hierdoor klinken. Dus ik zou zeggen, de slogan, neem de regie in het vraaggericht. Je houdt me heel erg laat trouwens, ik ben helemaal daarvoor. Hier. Neem de regie in het vraaggerichte. Kun je iets... Nou, dus dat je niet zegt van we gaan dingen maar steeds aanbieden. Maar zoals net werd gezegd, die in de werknemers die ontwikkelen zich, die hebben een bepaalde vraag. Ga daar op in. Ja. En ga dus niet zomaar dingen wat jij gaat bedenken, wat zij dan willen. Maar neem die regie, dus je houdt de regie, in het vraaggerichte. Ja, ik snap het. Dat is zo'n beetje als de Aalsmeerder bloemenveiling. Ja, het is een terecht punt hoor. Nou, kijk, dat is een mooie. Kijk maar even buiten inderdaad je comfortzone. Ja. En dat soort sectoren, ja. Kijken hoe het daar werkt. Ik vind dat altijd een mooi voorbeeld. Dat was, vroeger was dat zeg maar een bloemenveiling voor Nederlandse bloemen. En dat is nu een regisserende veiling voor de hele wereld. Die bloemen die komen daar helemaal niet. Die worden gewoon daar en daar geregeld. Weet je? Dus je kunt je ook voorstellen, net zo een beetje wat aansluitend op Timo, dat je zegt, kennis is gerankt. Je krijgt dus, zeg maar, je kunt profielen kiezen. En een werkgever kan zeggen, ik wil dit profiel. Maar een student kan natuurlijk ook zeggen, ik wil dit profiel. En dan ga ik daarheen. Dan ben je als instelling meer regisseur geworden van een aanbod wat niet van jezelf komt, maar uit de wereld. Zoiets bedoel je? Ja, ja, heel goed. Volgens mij is de lunch klaar, hoor. We zijn op een punt gekomen dat ik denk, ook al is het allemaal heel erg disruptive, er staat toch gewoon lunch. Dat vind ik dan weer vertrouwenwekkend. Hè? Dus ik zou zeggen, laten we dat gewoon gaan genieten. En dan komen we hier terug. 1:15 begint het hier weer in de zaal. Ja? Oké. Okay.